Nou, laten we gewoon meteen maar doen. Wil jij de deur even achter je dicht trekken, Niels? Ja. Ik ga gewoon even wat richten. Wat zei u? Geluidenjacht. Oh, geluidenjacht. Wat zijn je voor lekkers aan het maken dan? Oké, dit is er. Maar alles een beetje. Ramon, gaan jullie hiervoor in hier, hier, eet dan maar. Wat is dat? Nee. Gaan jullie voor in ja, hier. We zijn op geluidenjacht. Op geluidenjacht. We maken geluiden aan. Ga, moet je nog een stukje vis, Oswa? Oswa, nee. Doe maar vis. Ja? Kom, Oswa. Ik ga een visje kop. Ik ben wel een mars. Wat zeg jij wel in me? Wat heb je allemaal op je bord liggen? Oh, alleen maar vis. Alleen maar vis? Kom, dat is visje kop. Kom dan achter. Visje kop. Die is ook niet koud, hè, Phil? Wat, hè? Die is ook niet koud, hè, Phil? Nog niet meer. Wie ga je de eerste hieruit drinken, denk je? Als ze koud zijn, ben ja? Ik de eerste. Wat is je schatting? Hoeveel ik ga drinken? Nee. Maar hoe lang dat duurt voordat je je eerste pilsje toe kunt? Oh ja, misschien een uurtje. Ja? Ja. En nu ga je de eerste uurtje ga je zonder doen. Zonder doen. Wat ga je dan drinken? Dit is niks. Helemaal niks? Nee. Gewoon een uur lang. Je lekker wachten tot het koud is. Ja. Zelf ja. Lekker maken voor mooi. De eerste pilsje. Ja. Nee. En ga, waar woon je ook hier in deze huis? Ja. Ga je ze daar in de koelkast leggen? In de vriezer. Ja? Mogen we dat even meeluisteren? Waar? Mogen we dat meeluisteren? We zijn namelijk geluiden aan het verzamelen. Geluiden? Ja? Ja, maar de vriezer staat helemaal in de schuur. Maar dat vind je niet, hè? Ja. Nee, maakt het niet uit waar die staat, dat het voor jou niet uitmaakt. Ja. Vind je dat goed als je even mee komt opnemen? Kom, ja. Ja? Zo, hier staat hij. Ja. Hier is met de oven. Dan doen we de kast open. Ja, tussen de kippenpoten. Kijk. Zo. 6 stuks. Voor een serieuze relatie. www.relatieplanet.nl. Juist, hij staat er. Kijk, mooi. Tijd voor nou. Zomaar kan beginnen. Ja. Hij is meestal eenzaam, ja. Dus ja, s'winters zet ik hem daar boven en zomers komt hij de schuur in. En wanneer fluit hij het hardste dan? Als er mensen bij zijn, s'morgens vroeg. Ja. Hoe je het niet eens weet of het een wijfje is of een mannetje. Ja, dan zou je er eentje bij moeten zetten, dan weet je het vrij snel. Ja. We zijn dus schroot hier. Haal daar achter. Goedemiddag. We zijn op zoek naar geluiden. Ja. Ja. Nog eens? Kijk, ze zijn de gekker aan het. Wat is het mooiste geluid wat je kent? Wat is het mooiste geluid wat je kent? Dan kijk je naar de jongen. Nee, maar als u een geluid hè, kunt u zich een geluid herinneren? Nee. Waar u heel goede herinneringen aan heeft. Ik ben 78. Ja. Dan hebben jullie de hele dag treinen kijken. Zitten jullie de hele dag treinen te kijken hier? Nee. Dat is weer een broeikas. Ja. Maar dit is het geluid wat jullie de hele dag hoort. Ja. Vertrekkende en aankomende treinen. Straks zo. Tot hoe laat? Oh, wat in de nacht. Krijg je wel gehoord. Oh ja. Daar ben ik al gewend. Daar word je niet raar van. Nee, dat kan niet. Ja, goedenavond. Ja. Goedenavond. Nog meer, we zijn op geluidenjacht. We zijn op geluidenjacht. Dat weet ik, ja. Zal ik er eentje laten, meid? Hoe dat is leuk, joh. Doe eens. Ja, doe eens al.
Maar hoezo geluidenjacht? Wat bedoel nou, je daarmee? We willen gewoon weten hoe de wijk klinkt als je niks kunt zien. Ik ben van de radio, dus dat is altijd interessant. Te kijken of iedere wijk eigen geluiden heeft en zo. Ja, nou, dat is wel leuk. De verbouwing schiet al lekker op? Ja, dat schiet lekker op. Ja. Nieuwe dag erop en nieuwe keuken, nieuwe badkamer. Ja, achter dan. Dus jullie hebben wel een heleboel geluid gemaakt vandaag? We hebben een heleboel geluid gemaakt, ja. Maar wel kijken hoor. Ja? Ja. En natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Dat had je goed gezien. We vroegen net al aan iemand die vis aan het eten was, wat is het geluid van vis? Ja, blub. En als hij dat niet meer doet? Dan is hij dood. Ja, maakt hij dan wat? Dan maakt hij wel een geluid. Nou, nee hoor. Als hij dan weer geluid gaat maken, dan is die vis niet in orde. Wij zijn op geluidenjacht. Geluidenjacht, heel mooi geluid. Oh, dat mag geluid. Ja. Wat is dat voor geluid? Weet ik veel, moet u zelf weten. En via drie spelertjes zo. Ja, toch. Wat is dat? Voor de internet of zo? Dat is, nee, dat is gewoon voor mijzelf. We zijn bezig met het opzetten van een programmaatje. En we willen dat ook in andere wijken gaan doen. Vlaardendal geluiden verzamelen, maar ook iets in Marten en Malburg. Dus dan gaan we gewoon de hele stad door om geluiden te verzamelen. Kijken of de wijken anders klinken hier dan ergens anders. Ik wil even zeggen dat die man daar zo die goed bij zo volgens mij om geluiden te kijken in andere wijken. Goed, Ronnie. Kijk, luister dan. Want het slaat nergens op. Als je geluiden wil horen, ja, dan ga je gewoon thuis. Dan ga je gewoon op de raam tikken. En daarna pak ik gewoon een pan, slijm met die ding. Dan hoor je ook andere geluiden toch? Hé, hey, dankjewel. Hè. Ja. Hoi. Hey. Radio, mag ik niet op de radio? Je mag op de radio, maar wat is dat dan? Nou, we zijn op geluid maken. Geluiden. Misschien doet je mobiel wel iets leuks. Misschien doet je mobiel wel iets leuks. Die hebben vaak mooie. Ja, heb jij van die leuke deuntjes op de muziek? Ja, ik heb geen leuke deuntje, maar ik heb wel een deuntje zelf opgenomen. Echt waar? En moet je horen, ik heb hem precies opgenomen. Terwijl ik het niet wist. Wacht, ik ga jullie laten horen. Het is gewoon een liedje, hè? Ja. Maar kijk hoe ik hem heb opgenomen. Precies, hè? Lijkt net dat hij van computer komt, hè? Het is van Chris Brown. En wat is je andere favoriet dan? Mijn andere favoriet? Nee, is alleen maar deze. Ja, voor de rest staat er allemaal troep. Geen muziek, geen deuntjes. Maar wat dan? Wat heb je geen gekke... Wat is dat? Geen... Oh, ik heb alleen maar hele vieze. Dat is een vrouw die wordt gepakt door een paard. Ja. Maar die klinkt wel heel vies, hè? Wacht even. Ja, hoor. Het is toch vreed dat dit kan gebeuren. Het is gewoon mobiele porno. Het is wel ranzig, ja. Ja, het is super ranzig. Het is gewoon, ja, voor de rest staat er, ja, even allemaal niks op, dus. Prettige dag verder nog. Doei, doei. Doei. Je hebt een idee en je gaat op pad en dan onderweg blijft je altijd hangen. Tenminste, dat is de story of my life. Is er een vis uitgebroken, lijkt het dat. Is een gat aan de zijkant. Het thema van vandaag is vis en seks. Ja. Lijkt me dat er een vis uitgebroken is. Ja, die is uitgebroken. Die is echt uitgebroken. We staan hier bij de glasbak. En die staat bovenop de glasbak staat een vissenkom waar de, ja, echt zo'n bolle vissenkom. Waar echt een gat uit de bolle kant, wat vrij uniek is. Want volgens mij zou je normaal gesproken echt een gat uit de bovenkant hebben. Maar het is gewoon echt aan de zijkant zit gewoon een gat. En we hebben allebei de fantasie dat gewoon de vis eruit gebroken is. Ja. Nu moeten we nog de link naar seks met vis hebben, dan zijn we helemaal rond. Thank you.